Den Helder lijkt op koers, Den Helder lijkt op stoom, want 4 overwinningen op rij, de trein dendert voort. Ja, als je weet dat onze laatste verlies was tegen Groningen en voordat onze laatste verlies voor Groningen was in 11 november, dus we zitten op koers voor een mooie plaats voor de play-offs. Bijvoorbeeld vanavond, misschien veel mensen zijn blij met deze overwinning en met de puntverschil. Maar als spel was ik zeker niet tevreden vanavond. Nee, dat was ook de reden dat u in het vierde kwart nog ontzettend boos een aantal keren werd, ondanks de grote voorsprong. Ja, de spelers moeten beseffen dat een wedstrijd iets duurt 40 minuten en niet 30 minuten of 35 minuten. Dat ze moeten uit respect voor de supporters deze wedstrijd uitspelen tot op het einde op dezelfde manier als in het begin. En ik was niet tevreden over de concentratie en focus en de energie dat op sommige momenten de spelers hebben gegeven durende de wedstrijd. Dus dat kan zeker beter, maar oké, je wint. Het is 33 punten verschil, of misschien een beetje minder of meer. Maar ik wil 100% 40 minuten lang. Anders zullen we nergens raken tegenover de play-offs. Ja, dan kijkt u met name al richting de play-offs, want in de play-offs zijn dit soort fouten dodelijk. Ja, kijk, ons doel nu vanavond is bijna 90% bereikt, top 4. Maar ik wil meer. Ik wil proberen deze tweede plek van Den Bosch te winnen. En dat is dan nog altijd mogelijk. We zitten maar 1 wedstrijd achter. Ze moeten nu tegen Groningen, dus je weet maar nooit. Dus we kunnen gelijk komen volgende week met Den Bosch. En we zitten al positief tegen Den Bosch. Dus waarom niet geloven in deze tweede plek die een betere positie geeft in de play-offs? Gelooft u ook heel stiekem misschien in meer op een stunt? Ja, kijk, we hebben getoond dat we kunnen tegen iedereen competitief zijn in deze competitie. Zelfs tegen Groningen. We moeten eerlijk zijn, die wedstrijd van het jaar tegen Groningen verloren met 20 punten hier thuis. Dat was onze slechtste wedstrijd van de competitie. Maar in de bekerduel hebben we gelijk gespeeld hier en het was een heel close game in Groningen. Dus het is mogelijk. En waarom zou ik niet dromen als je al op de tweede of derde plek zit? Waarom niet? In de play-off kan alles gebeuren. Een slechte dag, spelers die gekwijt zijn op bepaalde cruciale momenten van de play-offs. Alles kan gebeuren. En we zitten diep. We hebben 10 spelers die kunnen starten, bij manier van spreken bij ons. Dus alles is mogelijk. Maar eerst in de komende 9 wedstrijden die tweede plaats veilig stellen. Ja, zeker. En nu moeten we uit in Leiden. En dat heb ik tegen de spelers ook gezegd. Kijk, in Leiden, we kunnen vergeten om te gaan winnen daar. Als we zo, zoals vanavond, zullen spelen. Dat kan je vergeten. We moeten dat anders, uitkomen voor de dag. Met veel meer energie. Die executie in onze aanvallen, met onze aanvallende patronen. Maar ook op verdedigende vlak moeten we zeer veel beter uitkomen. Omdat het zal niet gemakkelijk zijn in Leiden. Dus onze doel is proberen voor de eerste keer van het jaar te gaan winnen in Leiden. En we nemen elke wedstrijd 1-1. Dus we zien wel wat gaat gebeuren volgende week. Lukt het? Lukt het. Als het niet lukt, gaan we naar de volgende wedstrijd toe. Dus we zien wel. Oké. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Tot ziens.